Hi, ik ben Marcel, dit is Fred en dit is ons appartement in de Zalmhaventoren. Ik laat het je graag even zien. Als eerste wil ik je graag meenemen naar onze keuken. Echt een fantastische keuken waar alles op en aan zit wat je maar kunt verzinnen. Ik ben zelf helemaal niet zo'n keukenprins, dat is Fred wel, dus die staat hier ook regelmatig. En het meest bijzondere eigenlijk wel van deze keuken is nog niet eens wat er allemaal op en aan zit qua spullen en apparatuur. Maar dat is toch eigenlijk wel gewoon het uitzicht. Want ja, wie kan nou eigenlijk zeggen dat hij met zo'n fantastisch uitzicht over Rotterdam 's avonds zijn hapje kan klaarmaken. We zijn allebei hardwerkende ondernemers. We runnen een foto- en videostudio in het Rotterdamse. En dat betekent in de praktijk dat er veel uurtjes worden gemaakt. Dat is helemaal niet erg. Als je huis dan maar ook echt de plek is waar je gewoon goed kunt ontspannen. Daarom hebben we er ook voor gekozen om materialen te kiezen met een bruin tint. Heerlijke zachte materialen met veel kussentjes, met veel kleedjes. Om het vooral gewoon heel cozy te maken. En ervoor te zorgen dat als je hier dan bent, dat je ook lekker tot rust kunt komen. En dat lukt hier aardig. Vanuit de hal en de woonkamer kom je binnen in de slaapkamer, de master bedroom. Balkon en suite hebben we hier. Ja, en een van de unieke elementen van deze slaapkamer waar ik zelf ontzettend trots op ben, dat is deze grote acrylplaat die daar hangt. Dat is een foto, die hebben we zelf gemaakt in Londen. Dat is een klein pittoresk straatje waar we ooit een keer spontaan tegenaan liepen. En toen hadden we al zoiets van, hey, als we naar de Zalmhaven gaan, dan is dit wel echt de plaat die bij ons in de slaapkamer moet komen. En voilà. Nou ja, dan als laatste wil ik je graag de badkamer laten zien. Je bereikt de badkamer vanuit zowel de hal als vanuit de slaapkamer. Dus het is allemaal met elkaar verbonden. Wat we allebei belangrijk vonden aan het ontwerp van de badkamer is dat het ook echt het hotelgevoel zou geven. We hebben veel gereisd in ons leven en dus ook in de nodige hotels geslapen. En daarbij veel goede en slechte voorbeelden ook van badkamers gezien. En dat heeft Fred allemaal onthouden. Dat is echt de creatieveling en die heeft dat uiteindelijk dus al die goede voorbeelden vertaald in dit ontwerp van deze badkamer. Ja, en voor het hele appartement en voor het wonen in de Zalmhaventoren geldt eigenlijk wel dat we uiteraard hopen dat het ons gegund is dat we hier nog heel lang van mogen genieten.